Think It's Over. En daarmee even terug in de tijd natuurlijk. Chris Ria op de radio. Hier op deze zaterdag. En ja, we gaan kennis maken met onze volgende gast. 67 is hij. Dat zou ik hem toch helemaal niet geven. Pieter van der Stek. Het is toch uit Leende, toch, Pieter? Sorry. Leenderstrijp. Leenderstrijp eigenlijk. Ja. Pak de microfoon even dichtbij. Dat we je goed kunnen verstaan. Welkom in de studio. Okay. Welkom in de studio. Dankjewel. Ja. Je bent geen kleine jongen, mag ik zeggen, Pieter. Nee, het is wat onze zuiderburen een dubbele meter noemen. Hè? Ja. Leuk dat je bent. Mogen we tutoieren? Graag. Ja. Ja. D66 in de studio. D66 Heze Leende. Ja, voordat we gaan beginnen. Dit geluid moet jou bekend in de oren klinken. Dat is natuurlijk onmiskenbaar. Dat zijn de klokken van de Linsenblas, de kerk in Leende, die afgelopen week ook luidde voor een heel verdrietig moment. Want pastoor Van Loon overleden. Daar schrokken wij nog best wel van eigenlijk. Dat was vrij plotseling, hè? Ja, ik zie de pastoor Van Loon altijd nog met zijn loophulp overal verschijnen. Ik kan me nog heel goed herinneren dat toen ik 4 jaar geleden voor het eerst ook een onderdeel uitmaakte van de lintjesregen, dat ik bijna op hem ging staan, omdat hij schuin achter me zat op een stoeltje. Hij was altijd overal stilzwijgend bij aanwezig. Ook in de kerk, vooral de kerk met gilde eer, zat hij altijd links achter in het schip. Ja, een opmerkelijke man. Hij heeft natuurlijk wel een hele mooie leeftijd mogen bereiken. En daar ben ik persoonlijk ook wel blij mee dat hij dan ook onverwacht rustig mag overlijden in zijn bijzonder in man. Zijn appartement in het Leenderhof, als ik het goed begrepen heb. Ja. Ja. Bijzonder man, we hebben hem mogen ontmoeten. Dian heeft een interview gehad vorig jaar. We gaan dat programma, dat interview met pastoor Van Loon, gaan we herhalen. We hebben aan pastoor Pater Wim van Mel gevraagd, wat zou nou het beste moment zijn? En het idee is dat nu om op woensdagavond die documentaire te gaan herhalen, waarin we niet alleen op bezoek zijn bij hem thuis, maar waarbij ook dat interview hebben opgenomen in de kerktuin. En waarbij we natuurlijk ook de felicitaties hebben gekregen. Onder andere van de bisschop. Dus bijzonder programma. Dat gaan we woensdagavond herhalen, dat maar even zeggend hebben. Want dat heeft toch wel impact op de gemeenschap. Zeker, dat is dan op de vooravond van zijn begrafenis met gilde eer. Ja. Hey, ja. Ja. Dus dat gaan we woensdagavond doen. Ja, D66 Heze Leende. Sinds 2018 ben je wethouder, financiën en energietransitie. Je bent geboren en getogen in Zaandam. De woonplaats is Leenderstrijp en je lievelingsplek is het Sint-Janskapelleke. Ja, dat is niet correct. Ik niet? Alles is correct, behalve dat ik geboren en getogen ben in Zaandam. Ik ben als knulletje van 3 maanden naar Eindhoven gegaan met het gezin. En mijn hele familie komt verder uit Rotterdam. Maar ik ben net geboren toen mijn vader een uitstapje maakte naar Albert Heijn. Maar die is vervolgens naar Philips gegaan. Dus ik ben eigenlijk geboren, getogen en afgetuigd in Eindhoven. Ja, oké. Okay. Om het zo maar eens te zeggen. Dat is wel mooi verteld. Oké. Sint-Janskapelleke, ik moet zeggen, ik kom ook graag. Ik vind het zo'n prachtige plek. Er is niks zo leuk om te filmen en te zijn als daar. De rust ook, hè, en het uitzicht, hè. Ja, nee, het is schitterend. Ik mag daar dus op een steenworp afstand van wonen. Ja. Ik kom er elke dag langs met mijn hond. Ik vind het echt ook, omdat het niet alleen een heilige plek is, die op een hele mooie wijze gemarkeerd is, maar het is ook daarmee het centrum van het hele gildeleven in Leenderstrijp. Daarnaast is het Schut. Die hebben daarnaast ook daar hun onderkomen redelijk recent, riant kunnen gestalte geven. Ja, hartstikke mooi. Het is echt een super plek waar alles bij elkaar komt. Moeten we even stilstaan bij die andere grootheid uit Leenderstrijp. Max van Jon, onlangs overleden. Als je een ijsje ging eten, dan zag je Max altijd wel. Het was wel een gezicht een beetje van Strijp, vond ik altijd. Ja, absoluut. Het is een ongelooflijke markante persoonlijkheid. Tot op hoge leeftijd bij van alles en nog wat in zijn directe omgeving betrokken. Ja. Ja, super. Ik zie hem gewoon met zijn witte strooien mutsje voor zijn boerderij zitten. Ja. Maar hij schuifelde natuurlijk ook regelmatig langs mijn voordeur. Ja. Een prachtige man. Ja.
Ja. Zullen we hem nodig gaan missen? Ja, ja, ja. Ja, jammer dat we even aan het begin van het gesprek even twee van dit soort momenten hebben. Maar ik kan daar niet aan voorbij gaan. Het is een te belangrijk persoon voor Leendert Strijpen om dat in ieder geval ook nu even daarbij stilgestaan. En hij is ook mooi herdacht toen hij 100 werd in het Strijpeltunneltje. Hè, met een hele mooie schabloon wat naast de schablonen die daar al zaten is geplaatst. Dus daar zijn we nu ook extra blij om dat nog ook is. Ja. Ja. Mooi, een paar keer mogen ontmoeten. We zijn nog bij hem geweest met de burgemeester. Met een lintje zelfs nog. Of een bloemetje. Er was een bloemetje, omdat hij er werd toen 100 volgens mij. Dat was het. Ja, dat was een speciaal moment. Leuk. Ja. Goed. Het toverwoord wat ik hier zie staan is participatie. D66 betekent voor je liberaal, democratisch en vooruitstrevend. Dat is even de introductie die ik hier even heb, Piet. Dat is nog een behoorlijke introductie die er even gelegd wordt. Prachtig, ja. Dat legt de lat wel hoog. Ja. Nou ja, kijk, het is zo dat D66 lokaal natuurlijk gewoon een lokale partij is, net als alle anderen. Wij hebben alleen maar mensen die in Heesleen, de Sterksel wonen, in onze leden, op onze kieslijst in de raad en overal zitten. We hebben alleen natuurlijk een beetje het voordeel dat we wel verbinding hebben met bijvoorbeeld de provincie, onze toezichthouder. Hè, dus dan kun je dingen toch sneller wat schakelen. Maar liberaal, sociaal, democratisch, participatie. Het zijn natuurlijk allemaal kreten. Ja. En je moet daar gewoon eigenlijk heel eenvoudig invulling aan geven. En wat mijn uitdaging is om die mensen die je nou niet altijd hoort, er toch bij te betrekken en toch hun stem ergens te kunnen laten horen. En dat is best ingewikkeld, omdat die mensen nou een keer de zwijgende meerderheid vormen. Ja, het woord zegt het al, zwijgen ze dus voornamelijk. En hoor je ze vaak alleen maar als er echt hele grote verontwaardiging of hele grote vreugde is over iets. Ja. En wij moeten belangrijke dingen besluiten over. Hè, neem maar even de energietransitie. Dat is natuurlijk een heel beladen onderwerp. Omdat een onderdeel van de energietransitie is dat je ook alternatieve energie op wil wekken. Nou, dat kan met zonnecellen. Die willen wij graag alleen op daken en niet op vruchtbare landbouwgrond. Dat kan ook met windmolens. Ja. Die wil eigenlijk niemand in zijn achtertuin. Nee. Best ingewikkeld. Lastig. Dus dan wil je aan de bevolking, en niet alleen maar aan die je altijd al hoort, wil je vragen, wat vind je er nou van? Ja. Nou, dat vind ik een uitdaging. En vandaar dat ik participatie belangrijk vind. Ja, ja, ja. Ja, in Leende zijn toch. We hebben een paar keer momenten gehad dat de inwoners van Leende toch op de barricade gingen. Ik denk terug aan de allereerste begin van de nieuwbouw van het gemeenschapshuis. Hè. In het begin was daar een behoorlijke felheid. Er was een hoop emotie, er kwam een hoop bij kijken. En dan zie je toch dat het toch wel belangrijk is dat je lokaal politiek ook actief bent om je stem in die raadzaal te brengen. Want dat is wel belangrijk natuurlijk. Je wil gehoord. Ja, ik denk dat wel. Hè. We hebben natuurlijk in onze dorpskern Sterksel en Leende ook dorpsraden. Dat gaat dus een stapje verder. Kijk, de gemeenteraad is echt het vertegenwoordigend orgaan van de bevolking. En als zodanig ook het hoogste bestuursorgaan in onze gemeenten. Hè. Zij controleren en stellen kaders. In de dorpsraden krijg je veel meer de informatie uit de haarvaten van de samenleving door. En de dorpsraden kunnen dat weer aan de gemeenteraad door communiceren. Dus daar wordt wel veel aandacht aan gegeven. En met name dorpshuizen zijn natuurlijk daar een hele belangrijke schakel. En het is nou een keer zo dat mensen die iets heel erg vinden, die hoor je ook het hardst. Ja. En bij dit soort dingen, ik kan me drie verkiezingen herinneren. Ik ben in 2010 begonnen in de politiek hier in Leende. Ik woon hier inmiddels overigens 35 jaar, hoor. Dus dat Eindhovense, dat is van nog weer daarvoor. Je merkt gewoon, eerst was het Perron in 2010. Toen voor de volgende verkiezingen was het de Schammert. Ja. En nu is het het gebeuren met Van Galen in Hezen. Ja. Het is natuurlijk ook zo dat mensen die iets heel graag willen, die momenten ook bewust uitkiezen om flink op de trommel te slaan. Ja. En dat snap ik ook, hè? Dat is ook prima. Over het algemeen zie je nu grote blijdschap over de Schammert, grote blijdschap over het Perron. Ja. Uiteindelijk komt het goed bij ons in de gemeente. Maar het is wel mooi dat die roering er af en toe is. Dat inwoners op de barricade gaan, was ook het moment toen die bomen gekapt gingen worden daar aan de achterkant. Dat was ook zo'n moment. Ja, dat vond ik persoonlijk ook een mooi moment. Maar ik zie ook wel dat er dan heel veel mensen van buiten de gemeente gemobiliseerd worden. Ja. Dus dan blijft het niet meer een lokaal punt. Dan wordt het ook echt
een landelijk punt of een regionaal punt voor mensen die iets heel veel hebben met het behouden van de bomen. Ja. Die zet zich dan allemaal in. Hè, voor die petitie te tekenen. Er zat een meneer voor de Plus in Leende met een petitie. Of ik die wilde tekenen. Ik zei, ik moet eens even weten. Waar komt u nou eigenlijk vandaan? Nou, die kwam geloof ik uit Heemstede. Ja. Hartstikke leuk. Ja. Dus dan wordt het ook breder getrokken. Maar ook dat is gewoon goed gekomen, hè, gelukkig. Ja, want er was ook de emotie. Wat mij wel opviel toen, in dat moment, we waren een paar keer bij, is dat iedereen wel die hang houdt naar hoe het vroeger was. Omdat dat terrein vroeger voor velen herkenbaar, vlakbij die school, het uitzicht, de park. Iedereen had er wel prachtige herinneringen aan. En niemand kon er mee gaan dealen om dat, zeg maar, daar afscheid van te nemen, dat plekje. Op de een of andere manier. Nee, dat nostalgische, dat zie je natuurlijk heel vaak terug. En je ziet het ook in al onze verkiezingsprogramma's. We willen het dorpskarakter behouden. Ja. We weten nog niet precies allemaal wat dat nou allemaal inhoudt. Hè? Een dorpskarakter behouden. Ja. Hoe doe je dat? Dat is wat mij met name ook heel erg de samenhang in de samenleving. Hè? Dus, mm-hmm. En die komt vanuit gildes en fanfares en sportverenigingen en allerlei andere dingen daaromheen. Dus dat is op zichzelf supermooi. Het is natuurlijk lastig om het verschil tussen nostalgie en echt cultuurhistorische waarden te duiden. Ja. En dat wordt nu wel langzamerhand steeds meer van ons gevraagd. Ik zelf vind Leender Strijp een heel goed voorbeeld waar hoe het goed gelukt is. Ja. Ik vind Leende zelf ook best wel heel veel belangrijke dingen zijn daar behouden. In Hezen zie ik wel dat daar inderdaad. Daar zijn ook wat rijksmonumenten, hè? De Mijnhoeven bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dus ik denk dat in Hezen de mooie dingen er gelukkig nog wel staan, maar moet daar wel enorm oppassen. De pareltjes, die zijn er nog. Dat we de pareltjes gaan benoemen, hè? Ja. En gewoon ook de gemeenteraad vragen. Nou, hè, wat is nou voor jullie een ensemble of een specifiek gebouw waar je niet vanaf wil? En dan moet je toch ook een aantal, zeg maar, redelijk objectieve maatstaven kunnen formuleren met elkaar. Ja. Waar iets aan moet voldoen om een bepaalde status te krijgen. Ja, wat Hezen en Leende trouwens wel gemeen hebben, is de enorme samenhang. Het dorpskarakter, er is een enorme eenheid. Hè? Dat zie je in Hezen met de Brabantse Dag. Dat zie je in Leende met de Linse Blanche bijvoorbeeld. Maar ook als er in de kerk iets te doen is. Ja. Maar dat zie je in Strijp zeker ook. Met Lint Merkt. Daar zijn jullie eigenlijk best wel onderscheidend in eigenlijk. Want als ik kijk naar Valkenswaard of naar Gelre op Mierlo of Kralendonk. Het is bij jullie wel echt heel erg dorpskarakter, heel erg samen. Het is heel erg dat iedereen voor elkaar klaar staat, met elkaar. Ja, ik herken dat heel erg. Ik ken Valkenswaard ook vrij goed. Ik zie overigens met Bloemencorso en Valkenswaard ook wel dat die buurten heel goed samenhangen. Ja. Alleen, het is natuurlijk een groter dorp ook. En met wat een andere uitdagingen. Maar zeker, is zo. Ja. Hees, Leende, zie je dat heel sterk. Sterksel ook overigens. En Sterksel is ook een. Ook, ja, precies. Ja, zeker. Ja. Waar je eigenlijk wel. Wat ik wel leuk vond, is toen ik hier kwam wonen. Zo, wat was het, 35 jaar geleden. En naar de eerste tonpraat ging. Oh ja. In de Meent. Ja. En toen kreeg je ook de tegenstellingen tussen de dorpskernen. Oh ja, maar dat ging toen heel erg fel. Op een hele humoristische wijze uitgelicht. Ja, dat vond ik ook wel geweldig. Ja. Maar het ging ook wel ver soms, hoor. Soms gingen de mensen in het ziekenhuis naar Gelderop om Hezen heen over de grote weg. Echt zo. Dan denk ik van, is echt zo. Ja, ik heb mensen die echt. Dat is echt zo, ja. En dan denk ik, eigenlijk is dat raar. Want ik moest voor de opening van de kermis in Leende, vond ik zelf wat van de geschiedenis naslaan. Ja. Dan kom je in de 16e eeuw, kom je de heerlijkheid Hezen en Leen al tegen. Ja. En toen hoorden ze al bij elkaar. Ja. Dus het is al wel heel lang niet. Het gaat gepaard met een stukje humor. Ja. En natuurlijk, Leende is natuurlijk, om maar eens even Lint te pakken, natuurlijk ook wel mooi bezongen. Onder andere door Ad Verhoeven. Even naar luisteren. Even. Komt-ie. En daarna de filet. Oh, wacht even. Het is nog de stem. Die heb ik. Mijn dierbaar Leende zong Ad Verhoeven een aantal jaar geleden. Luister maar even mee. Mijn dorp, de tijd, mijn jeugd. Ja, Ad Verhoeven was dat natuurlijk. En Mijn dierbaar Leende. Het is ook ooit een keer gezongen door Dossel, volgens mij. Ben ik mij niet herinneren. Maar goed, dat is even weer een heel ander verhaal. Pieter van der Stek in de studio van D66 Hezen Leende. We hebben het even gehad over, over de samenleving, over de saamhorigheid in zowel Hezen, Leende als in Strijp. We hebben even stilgestaan bij het overlijden van pastoor Van Loon.
We hebben net even naar de clip zitten kijken. Daar zagen we Max nog even zitten met zijn rieten hoedje. Onmiskenbaar. Qua muziek heb je ook wel wat keuzes gemaakt, Pieter. Ik zie Guus Meeuwis en De Weg op je verlanglijstje staan. Ja, correct. Hoe kom je daarbij? Nou, dat is eigenlijk een autobiografisch lied van Herbert Grönemeyer. Ja. Ik heb lange tijd in Duitsland gewerkt, toen ik in Leendersnijp woonde. En ik vind dat Guus daar een hele mooie cover van heeft gemaakt. Het past bij mijzelf, maar het past ook heel erg bij D66. Wij geloven in de kracht van mensen. En dat is niet altijd de kracht om iets te presteren of iets tot stand te brengen. Maar dat is ook gewoon de kracht om met hele moeilijke situaties in je leven om te gaan. En daar ook weer mee door te kunnen gaan. We hebben het net al gehad over een aantal droevige situaties laatst. En er wordt de laatste jaren nogal wat van ons gevraagd om met ongevraagde, onaangekondigde, onverwachte, hele treurige situaties om te gaan. Ja. Ik heb zelf aan COVID, toen ik in het ziekenhuis lag met COVID, een vriend verloren die ook in het ziekenhuis lag. Ja. Een verdieping onder mij. Dus ja, en dan komen dit soort dingen bij mij boven. Hè? Dat deze mensen dat is overkomen. Ja. En hoe die dat hebben opgepakt. En vandaar dat ik dacht van nou, ik wil dat nummer heel graag vandaag laten horen. Het is niet een vrolijk uitbundig nummer, maar wel een mooi nummer. En toen zaten daar 2,5 mens in tranen met een brokkende keel. 2,5, ja, die anders niet zo heel groot. Helemaal niet als je langs onze gast Pieter van der Stek zit, Pieter. Mooi nummer, Guus Meeuwis, hè? Echt. Kippenvelplaat. Kan muziek jou raken? Ja, heel erg. Ja. Ik ben een alleseter op het gebied van muziek. Omnivoor, dat leerden wij vroeger, hè? Als je vlees en groenten en al die dingen eet. Ja. Ja, dus... Ja. Ja, en het raakt mij. Het kan een stuk uit de Matthäus Passion zijn, waarbij ik heb heel veel, net als ik herinneringen krijg bij bepaalde geuren, heb ik diezelfde soort sterkte van herinnering en muziek. Dus ik ben niet iemand die heel erg vooruit loopt in muzieksmaak. En die, er is eigenlijk maar één soort muziek die ik niet draai. Draai is ook een ouderwets woord. Ja, maar die je niet speelt. Ja. En dat is de muziek waar ik aan hoor dat de mensen die je maken de pest in hebben. En ze willen dat ik door daarna te luisteren ook de pest in krijg. Nou, Wat grappig, want de andere plaat die je opgeeft, en dat vind ik wel heel stoer. Want ik twijfel vaak, zal ik hem draaien? Ik vind hem zelf een geweldig nummer. Eminem, Lose Yourself. Ja. Dat is eigenlijk, dat heeft dat wel een klein beetje. Hè. Dat is een beetje dat afzetten toch wel weer, wat hij doet, hè. Ja, maar wat ik nou zo mooi vind aan dat nummer, ik heb dat heel veel gebruikt in mijn trainingen. Ik heb veel teams en mensen getraind. Mm-hmm. En ook gehoord, maar ik ken hem niet goed. Ik ben wel een enorme fan van de tweede versie. Dus van de terugkeer van de oorspronkelijke groep. Wacht even, die tweede opname. Ja, ik weet het. Daar is een schitterende DVD van gemaakt. Die heb ik ook onmiddellijk gekocht. Ja. Toen had ik nog surround sound op de televisie, op je DVD spelen. En dan klonk het extra lekker. Dat vind ik de mooiste versie. Ja, maar die Spaanse gitaren, dat is toch natuurlijk wel even... Het is wel even... Het is even dit... kijk, een introotje. Oh, whatever. Dit is natuurlijk ook de vrolijkheid misschien ook wel die er een beetje bij zit, Pieter. Ja. Dat is het ook wel natuurlijk. Hè. We zitten vlak voor het nieuws en de reclame. Waar ik even benieuwd naar ben. Hebben we nog iets niet benoemd of besproken waarvan je zegt, dat vind ik toch wel belangrijk om dat even verteld te hebben? Ja, eigenlijk wel. Wat ik heel belangrijk vind, is dat een gemeente er is voor haar inwoners. Maar wat ik ook wel eerlijk vind om te zeggen, is dat de gemeente geen geluksfabriek is. Wij kunnen niet voor iedereen alle problemen oplossen. Mm-hmm. En ik vind dat we dat ook moeten benadrukken. Dat er altijd een luisterend oor is in de gemeente. Dat we met elkaar een setje regels hebben afgesproken waarbinnen wij allemaal erop mogen vertrouwen dat het daarbinnen gebeurt. En dat pakt dan soms voor de een wat minder fijn uit dan voor de ander. Maar dat is niet altijd te vermijden. Dus
Ik vind het belangrijk om dat genoemd te hebben. Want zeker in verkiezingstijd zijn wij allemaal, en ik ook, geneigd om elke burger het zoveel mogelijk naar de zin te maken. Ja. Maar soms lukt dat gewoon niet. Nee. Je kan niet die autoverkoper zijn die vertelt. Dat wil ik niet. Nee. Die geluksfabriek is niet mogelijk. Aan de andere kant, als je dat zo stelt, iedereen wil wel vooral gehoord worden. Burgerparticipatie is vaak gehoord. Ja. Kreten hier aan tafel, valt weer op. Heb je dan niet het risico dat mensen, als je dat zo stelt, je doet wel je best, en die mensen zien dat ook wel, maar ligt dat niet de teleurstelling op de hoek? Zonder enige twijfel zullen wij met elk besluit wat wij nemen wel iemand teleurstellen. En dat moet je op de wat ik belangrijk vind, is dat je alles in het werk stelt en daar ook budgetten voor vrijmaakt om iedereen te horen. We hebben nu bijvoorbeeld in het kader van de regionale energiestrategie en de implementatie daarvan, allemaal deftige woorden, maar gewoon de uitvoering. SNUP heet dat, hè? Samenwerken en uitvoeren. Okay. Daar hebben wij een speciale club voor ingehuurd. Die komen van de Universiteit in Leiden. Die hebben een systeem ontwikkeld om zoveel mogelijk mensen bij de besluitvorming te betrekken. En dat is echt niet makkelijk, hè? Wij gaan nu al de wijken in met hele kleine huisjes waar we alles precies nabootsen. Ja, ja, ja. Om mensen, wij proberen echt heel erg. We hebben ook een tour gehad om de vormgeving van het centrum van Hezen zoveel mogelijk input op te halen. Dan gaan we ook de wijken in. Ja. We doen daar van alles aan. En nu weer met dit bureau voor de uitvoering straks van de regionale energiestrategie en de inbreng daarvan van Hezen Leende. Dus, en dat vind ik belangrijk. Dat je je tot het uiterste inspant om iedereen aan het woord te laten. Maar dat betekent niet dat iedereen die aan het woord geweest is ook volledig precies dat krijgt wat hij wil, wat hij verteld heeft. Wij zijn geen geluksfabriek. Dat is een korte keer. Maar je zegt daarbij wel, maar daarnaast willen we wel dat iedereen gehoord wordt. Ja. Dat vind je heel belangrijk. Precies. En dan krijg je ook die inspraak. En dan krijg je ook dat de inwoners wel eens een keer op de barricade gaan. Precies. En hun stem laten horen. Ja. En dan moet je een middenweg vinden. Dan niet zoveel bomen kappen, maar daar een paar. En daar met elkaar tot een uitsnuiting komen. Ja, en soms is het ook geen middenweg. Hè? Nee. Ook lastig. Ik kan me heel goed nog een grapje van Fons Jansen vroeger herinneren. Van die mevrouw die wilde graag om 6 uur eten. En die meneer wilde graag om 8 uur eten. En dan aten ze om 7 uur en dan hadden ze allebei de pest in. Dat is ook niet altijd de beste oplossing. Dus ja, dat is ook waar. Soms moet je ook gewoon een keuze maken. Ja. Ja. Soms moet je gewoon met z'n allen links of rechtsaf om verder te komen. Ja. Uiteindelijk in het algemeen belang, hè, daar is iedereen toch wel weer ondergeschikt aan. Dat algemeen collectief, dat met elkaar het beste eruit halen. Wat voor iedereen even goed is natuurlijk. Wikken de wegen geblazen, kortom. Zo is het. Goed. Ik wil je bedanken voor je aanwezigheid in het programma. Graag gedaan. Ik hoop dat we genoeg om hier te mogen zijn. Leuk. Ik hoop dat we je genoeg de kans hebben geboden om en gegeven. En dat je goed hebt neer kunnen zetten. Ja, wie je bent, wat je doel is. Ja. En we zien je graag terug nog wel eens een keer. Gaan we M&M nog horen? Nou, doen we reclame, nieuws, daarna M&M. Tuurlijk gaan we M&M laten horen. Ja, wat denk jij nou? Super. Natuurlijk gaan we dat doen. Okay. Download de vernieuwde RTV Horizon app voor.